Beste mensen, een goed verhaal, Nieuw Binnenweg. Op een aantal onderdelen ook een goed voorbeeld. Nou, de samenwerking tussen ondernemers, winkeliers, of winkelend publiek, gemeente, deelgemeente, RET, woonstad, uw vastgoed. Er zijn natuurlijk wel heel veel partijen bij betrokken om dit in beweging te krijgen. Nou, hartelijk welkom allemaal op onze nieuw heringerichte Binnenweg. Nog steeds volop in het revitaliseringstraject. Ik zal niet te veel in het verleden kijken, want dat hebben de vorige sprekers al min of meer gedaan. Ik kijk meer naar de toekomst. Ik zei altijd tot een jaar of 5 geleden, het glas is half leeg. Het werd toen half vol, het is nu 3/4 vol en wij willen graag het glas vol maken. En dat gaan we ook voor elkaar krijgen met hulp. Die wethouder gaf het al aan. Het is niet zoals in het verleden, dan was de herinrichting klaar, er werd een lintje geknipt. En dan trok de karavaan de stad in en dan, ja, dan stond het stil, zonder onderhoud. En dan een jaar of 5, dat hadden we 15 jaar geleden met de vorige bestrating. Dan na 5 jaar dan denk ik, goh, 5 jaar geleden was het hier toch netjes en nu is het niks meer. Dus ik hou u aan uw woord dat u zegt van, nou, we zullen hier aandacht aan besteden en de revitalisering ten einde brengen. Want er zijn nog altijd een aantal punten die openstaan, wat u ook weet, een paar panden die nog gedaan zullen moeten worden. De invullingen die nog gedaan zullen moeten worden, de branchering is ook nog zeer van belang, want we kunnen nu pas onze binnenweg verkopen. De afgelopen 5 jaar hebben we het getracht te doen, maar dan komt hier een nieuw ondernemer en zegt, nou, oh ja, 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 maar nu kunnen we iets presenteren. Zo'n traject, dat gaat je niet in de koude kleren zitten, dat Hans gaf het al aan, Martine, er is heel veel tijd en energie en denkkracht ingegaan om zo'n traject met elkaar voor elkaar te krijgen. En daarom is het ook zo bijzonder dat dat ook gezien is ten Stadhuizen. En ik geloof dat ik wethouder Kerkers uit mag nodigen om daar wat over te zeggen. Dames en heren, het is inderdaad een bijzonder moment dat je als wethouder iemand mag toespreken. En straks kan leren, ik kom nog even terug wat het dan is. Maar even de aanleiding. Wat ons bereikt heeft, want daar beoordeel je iemand op, is dat Hans sinds 2000 voorzitter is van ondernemers. Ja, wat later is het eigenlijk, maar dat... 2007, sorry. Ja, je bent wel sinds 2000 actief, moet ik even goed zeggen. Maar sinds 2007 ben je voorzitter van de Delfts-Havense Ondernemers Federatie. Nee, Vereniging. Donnie is de voorzitter van de federatie. Dof. Neem me niet kwalijk. Jannie, misschien kom jij ook nog aan de woord. Dat gezegd hebbende, maar dat is niet alleen. Want we hebben denk ik over jouw inzet voldoende gesproken. Want jij bent degene geweest die dus niet alleen bestaande ondernemers, maar ook de nieuwe ondernemers goed opgevangen hebt, begeleid hebt en thuis hebt laten voelen. Dus dat is uniek. Tweede, wat jij het onderkomen hebben, en daar heb jij je ontzettend voor ingezet. Dat heeft mij wel geraakt, want ja, dat verwacht ik van een ieder. En zeker van iemand die betrokken is bij de wijk. Maar je zou maar tegen de buurt zeggen van, nee, die mensen horen net zo goed hier in deze wijk thuis. En ze zijn net zo goed een onderdeel van deze wijk. Dat als je gewoon je nek durft uitsteken. En dat doet helaas niet zoveel mensen. Die denken er wel over, die hebben gevoelens bij, maar je hebt je nek uitgestoken. Vandaar, Hans, is het mij een genoegen. Om jou te eren. Nou, dank u wel. Met wat? Ja, maar ja, goede plekjes om. Dat mag je zelf kopen. Ik heb genoeg om jou te eren met een Erasmus-veld. Dat is het hoogste onderscheiding. Daar gaat het me allemaal niet om. De eigenlijke drijfveer is natuurlijk dat ik opgevoed ben in het feit van een samenleving. En het woord zegt het al, samenleving betekent samenwerking samen. Dat is niet monoleving als je overal tegen bent. De vrouw die alles mogelijk heeft gemaakt, tenminste mij de vrijheid heeft gegeven om te doen wat ik gedaan heb. Laat ik het zo stellen, want dat heeft natuurlijk menig avond gekost. Maar de onderliggende gedachte is de samenleving, en net wat ik u zeg, het woord zegt het, dat doe je samen. Dus dan moet je samenwerken en eruit komen samen. En dat geldt voor alle geledingen. En Carlos weet het wel natuurlijk.
met de opvang van de drugsverslaven, absoluut. Dat moest erbij kunnen, maar vol is vol. Dan is een keer is er limiet bereikt natuurlijk als de rode stippenkaart uitpuilt. Dan moet dat iets anders. Maar ja, dat was onderdeel ervan en dat was erin te passen. En dan vind je er zijn. En wat u aangaf richting bewoners, ja, u gaf heel veel aan, maar richting bewoners natuurlijk. De belangen van een ondernemer en een bewoner in deze wijk zijn voor 99,5% hetzelfde. Wij willen een mooie, schone, hele veilige winkelstraat, een veilige, schone, hele buurt. En dat wil een bewoner ook. Daar is voor de deur een hele bijzondere tegel in het plaveisel gelegd. En dat is de tegel voor de winkelstraatprijs 2012 van MKB Rotterdam. Die wordt zo dadelijk officieel onthuld. De MKB Rotterdam en de ondernemersvereniging. De RET, ik was als kind nooit goed in jaartallen, maar ik probeer het nu uit mijn hoofd. De RET bestaat sinds 1887. De binnenweg had altijd een tram geweest. De eerste jaren reed hier een stoomtram. Na een paar jaar is dat een paardentram. Altijd hier vanaf het allereerste begin. De allereerste dag. De derde was in 1906 kwam hier de elektrische tram. In 1904 is de elektrische tram in Rotterdam gekomen en hier in 1906. En die allereerste elektrische tram die ooit in Rotterdam heeft gereden, hebben we nog steeds. En die rijdt ook nog steeds. Dus een kostbaar bezit van Romeo. En ik vind Romeo eigenlijk een kostbaar bezit van de stad ook. Want wij zijn de enige in Nederland. Maar van iedere tram die ooit in de stad gereden heeft, van ieder soort tram, hebben we er nog eentje. Je moet de voorste twee deuren van de tram pakken. Want bij die achterste deur heb je zo'n kier die je moet overbruggen. En dat wil je niet. Kortom, ik stop, anders ga ik een half uur door. Van harte gefeliciteerd. En kijk straks goed mee, want je rijdt in het mooiste trammetje dat er ooit geweest is. Straatprijs van MKB Rotterdam gekregen. Daarvoor is een tegel hier in het plaveisel van de week neergelegd. En ik zou graag voor de onthulling van die tegel graag het woord willen geven aan de heer Henk van der Beek, vicevoorzitter van MKB Rotterdam. Alsjeblieft. Dank u wel. Nou, van harte welkom allemaal. De festiviteiten kunnen niet op, maar MKB Rotterdam maakt zich sterk voor het ondernemen in de stad. En ons motto is verbinden en versterken. Maar we weten uit ervaring dat samenwerken niet altijd een automatisme is bij ondernemers. En dan met name winkeliers.
gaan het niet te lang maken, want enthousiasme neemt verder toe. Maar wij hebben om het ondernemen bij winkeliers te stimuleren, hebben de Winkelstraatprijs in het leven geroepen. En vorig jaar is gepresteerd is en de normen die we hanteren zijn zaken als samenwerking, een stuk innovatie. Maar ook eigenlijk knokken af en toe tegen de stroom in en toch je best blijven doen. Wij zijn zelf ook trots dat we... Oh, leuk. Nou, zullen we hem samen even vasthouden? Dan, willen we het graag zien? Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Oké, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Nou, dank u wel. Ik had het in de lifetime al een beetje gezegd en er is al wat over gezegd. Maar dank u wel voor die prijs. Voor mij is het gewoon, ik heb gedaan wat ik dacht dat goed was. En we hebben hem gekregen. Top, dank u wel. Dank u wel. Volgens mij moeten we snel vluchten, want het begint te regenen. Het waait even, maar de weergoden zijn ons toch nog redelijk gezind. Het is nou de bedoeling dat we weer in de trammetjes stappen. En dan gaan de trammetjes tot aan de Schravendijkwal. En let op het bijzondere moment, dames en heren. Vandaag is de Schravendijkwal en de binnenweg daar open gegaan. Ze waren tot vanmiddag 3 uur bezig om dat voor elkaar te krijgen. Het is weer open, er kunnen weer gewoon auto's door de binnenweg. En wij zijn het eerste trammetje wat daar...